Het is vandaag donderdag 3 augustus en ik ga naar de historische optocht van Barneveld. Deze vindt dus 4 keer plaats in het jaar en ik ga maar eens een keertje kijken. Ik zag het toevallig voorbij komen en ik denk, we gaan eens eventjes bewonderen wat ze daarvan maken. Een spektakel met mensen in kostuums, et cetera, et cetera. Dus ik ben heel benieuwd en kijk jullie maar lekker mee. En doe aan het einde van deze video een leuke comment. En ben je natuurlijk geen abonnee, meer dan de helft van mijn kijkers is geen abonnee. Is gratis, is 1 klikje waard. 1 enkele klik en het helpt mij enorm te groeien op YouTube. Dus wil je veel meer van mij gaan zien, dat kan natuurlijk. Doe het even, een duimpje omhoog, liken. Dus, en liken. Ik kan het niet meer zeggen. Leuke commentjes. En als klap op de vuurpijl nog een gratis abonneermomentje waard. Zeker de moeite waard om mij te steunen. Het kost je niks, alleen een kleine moeite om het eventjes te doen. Is de jas nodig, dus die hebben we aangedaan. En ik hoop dat het weer niet alles gaat bederven, maar we gaan het allemaal meemaken. Barneveld, ik kom eraan. Ondertussen sta ik in mijn mooie keuken nog even. Een kopje koffie, voor onderweg natuurlijk, voor de lange weg naar Barneveld. Een lekker appeltje voor de rust, ook altijd goed voor jezelf zorgen. Door een lekker fruitje te eten en een kopje koffie erbij. En dan komt het vast in orde vandaag. Ik hoop dat het weer de regen een beetje mee zit en dat het dus weg blijft. Achter mij zien jullie het spektakel. Nou, ik begrijp al waarom ik er nog nooit van gehoord heb. Maar het zal mij verbazen. Dit was het, de optochtstoet, bla bla bla. Ja, wat vond ik ervan? Ik ga heel eerlijk zijn. Ik vond het een beetje tegenvallen, wat boertjes. En ze reden niet eens met een tractor rond, maar 1 tractor zien rijden. En ik had er wat meer van verwacht. Ik zeg kukeleku en au revoir en niet tot nog een keer. Ik zou het niet aanraden om hierheen te gaan. Eerlijk is eerlijk. Hey, doe nog wel even een duimpje omhoog. Voor mijn eerlijke mening en abonneer nog even. Dit kost je helemaal niks. Helemaal in orde. Hey, mazzel.